Dit wordt de nieuwe plek van Remy. Ja, dit wordt zijn onderkomen voor nou ja, wie weet hoe lang. Ja, dus we gaan hem zo meteen verhuizen uit quarantaine vandaan. We zijn eergisteren al begonnen met oefenen met het vervoerskratje. Ging eigenlijk hartstikke goed, dus we verwachten dat hij er ook nu zo weer in loopt. En wat heb je geoefend dan? Ja, krattraining noemen ze dat. Dus dan koppel je zeg maar aan een verblijf een transportkarretje. Een soort hele grote bench. Ja, en dan zet je het open en dan kijk je van hoe makkelijk lopen ze erin. Nou, met een beetje voer laat je ze eraan wennen. Kijk, dat is een goede voorbereiding om te zorgen dat we niet nu voor verrassingen komen te staan. Ja, het zou een beetje lullig zijn als we daar komen en loopt het kratje niet in. Ja, het is toch echt wel een beetje wat al echt te groot is om zo even aan een riempje mee te nemen. Dus dan zal die gewoon zijn krat toch in moeten gaan. Zodat we hem met de bus kunnen vervoeren naar hier. It's all mine. It's all. Nou, dat ging eigenlijk lekker makkelijk. Ja, gelukkig wel. Het is toch wel goed dat we wat hadden getraind van tevoren. En dan liep er eigenlijk zo in. Dus altijd natuurlijk wel een beetje stress. Hè. Het is natuurlijk ineens opgesloten. En er gebeurt van alles. En nieuwe mensen die hij nog nooit gezien heeft. Dus altijd spannend. Maar ja, ik zo te zien gaat het wel snel goed komen. Kom eens even. Goed zo, mannetje.